Vandaag lezen we een prachtige belofte voor ons allemaal uit Psalm 147, vers 3. Daar staat: God geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. Deze woorden doen mij denken aan Rosa, een jonge, hooggevoelige vrouw. Ze is meer dan gevoelig voor de prikkels om haar heen. Hierdoor voelt ze zich in gezelschap vaak niet op haar gemak. Ze heeft dagelijks rust nodig om alle vermoeiende prikkels te verwerken. Jarenlang vroeg ze zich af wat er mis is met haar. Ze ging op zoek naar antwoorden en dacht deze te vinden in het alternatieve circuit. Hier hoorde ze dat ze een van de vele nieuwe tijdskinderen is, met een speciale missie om de wereld in de overgang naar een hoger vibratieniveau te ondersteunen. Zo zeiden ze dat. En haar alternatieve vrienden zeiden ook dat haar hooggevoeligheid daarom een gave van God is. Rosa had eindelijk het gevoel dat ze mocht zijn zoals ze is. Ze verdiepte zich in het occulte, maar werd steeds angstiger. Via vrienden kom ik in contact met Rosa. Ze heeft inmiddels het occultisme achter zich gelaten om Jezus te volgen. En God heeft haar bevrijd uit de duisternis, maar ze heeft nog zoveel vragen. Rosa heeft een chronische vermoeidheid en kampt met hoofdpijn veroorzaakt door stress. En op een dag vraagt ze of ik geloof dat God haar deze gave heeft gegeven. Ze geeft aan dat ze er erg veel last van heeft. Ik vertel haar dat ik denk dat niet haar hooggevoeligheid, maar zij zelf een geschenk is van God voor deze wereld. En dit verandert haar manier van denken. Een handicap of een aangeboren aandoening is geen geschenk van God. Een aangeboren ziekte is niet door God gepland of bedacht. Aangeboren handicaps zijn een speling van de natuur in een gebroken wereld. Dus niet de handicap, maar het door God geliefde mensenkind met een handicap maakt deel uit van Gods plan. Iedereen mag er zijn voor God, op basis van zijn onvoorwaardelijke liefde. We zijn allemaal door God gewild en innig geliefd.